Let's Play Wednesday. Vandaag ga ik een super spannend spel spelen. Dit is namelijk een Roblox-spel gebaseerd op de super populaire Netflix-show genaamd Squid Game. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet gezien. Ik heb geen idee of het een goede show is, maar ik weet dat heel veel mensen dit hebben gekeken. En dat er ontzettend veel mensen dit spel spelen. Dus dan ben ik er natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Voordat we gaan beginnen heb ik nog wel een hele leuke like-challenge voor jou. Namelijk om deze video natuurlijk een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Heb jij wel eens eerder van Squid Game gehoord? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Als je zegt, ja zeker, die ken ik wel. Misschien heb je het nog niet gezien. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Of denk je, Jamila, waar heb je het over? Dat kan natuurlijk ook. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar de game. Hier zijn we dan. Wow. Dit ziet er heel erg spannend uit, jongens. Oh, ik zie dat ik op een stapelbed zit. En kijk nou eens eventjes. Ik heb echt een heel erg leuke pakje aan. Ik ben nummer 067. En hij is helemaal groen. Oké. Okay. Alleen, wacht even. Wat gebeurt er nou met mijn been? Huh? Dit is echt heel erg raar. Mijn benen staan naar voren en mijn lichaam naar achter. Nou, laten we daar maar gewoon eventjes niet op letten. Want volgens mij hoort dat er niet bij. Maar ik kan waarschijnlijk wel uit mijn stapelbed, toch? Ja, yes. Oh, kijk. Hier zijn allemaal collega's. Iedereen is lekker aan het rondrennen en zo. Heel gezellig. Oh, ik kan ook rennen als ik op shift druk. Goed, ik neem aan dat dit wel een beetje te maken heeft met de show. Maar, zoals ik al zei, ik heb het dus nog niet gezien. Oh, en het ziet er naar uit dat ik hier zo in het midden moet gaan staan. Ik ga dat gewoon doen. Er zijn mensen met elkaar aan het spreken. Oh jongens, ik ben zo benieuwd. Ik vind het zo spannend. Next game in 0 seconden. En we zijn begonnen. Oké. Oh, wauw. Wat ziet dit er heel erg spannend uit, jongens. Ik zie hier PlayStation tekentjes. Wat is het nut hiervan? Ik heb geen idee. Oh, oké. Hier moet ik misschien maar niet gaan afvallen. Er zijn nog 2 seconden. En dan? En dan? Wat gebeurt er dan? 0 seconden. Wat moet ik doen, jongens? Wat moet ik doen tijdens deze eerste game? Oh, hier is een... Oké. Er zijn hier figuurtjes. En ik moet ervoor zorgen dat ik hier dan doorheen spring, neem ik aan. Woo! Yes, het is me gelukt. Wat geweldig. Als ik dan hier zo ga staan... Oh, dat lukt me ook heel erg goed. Op deze manier word ik er niet van afgeduwd. Oké. Ik schrok eventjes, jongens. Misschien, ik ga gewoon door de ster heen. Zo, ja. Nou, dat is nog wel prima gelukt. Oh, nu komt hij van een andere kant. Dit is eng. Wat is de beste plek om te staan? Misschien hier zo? Ik zie deze groene... Oh my god. Oké. Nee, het wordt steeds heftiger. Ik dacht, nou, dit gaat me wel lukken. Maar die groene ring, die valt er ineens vanaf. Oh, dit is niet leuk. Maar het gaat me lukken. Wow. Oké. Wow, dat gaat ineens echt heel erg snel. Oeh. En die gele ring is er nu ook vanaf gevallen. We hebben nog 30 seconden die moeten overleven. Oh, jongens. Het gaat toch never nooit lukken, dit? Yes, het is me wel gelukt. Oh, ik ben er heel erg blij om. Ah, wat gebeurt er met mij? Ah. Oeps. Oh, dat ging echt totaal niet goed. Ik werd er ineens van afgeduwd. Ik wist niet dat er 2 tegelijkertijd konden komen, jongens. Oh, dat is wel echt heel erg jammer. Maar het maakt niet uit. We gaan het gewoon nog een keertje doen. Oh, 4 seconden en dan begint de game. Yes, let's do it. Oké, het ziet er naar uit alsof we hier zo in de woestijn zitten. En daar is een heel eng meisje. En hier heb ik volgens mij wel wat dingen over gezien. Ik gok dat je nu moet rennen. En als ze omkijkt, dan moet je stoppen. Dat is eigenlijk best wel een bekend spel. Maar dit soort beelden en video's heb ik wel eerder gezien op TikTok. Rennen. Ah! Oh! Ik schrok me helemaal kapot. Oh my god. Oké, tot nu toe gaat het echt heel erg slecht. Ik dacht oprecht dat ik zo goed bezig was. En ik werd gewoon neergeschoten. Het is natuurlijk gewoon nog maar het begin. Maakt niet uit. Het gaat nu super goed. Oké. We zijn weer hier zo bij. Oh, ditzelfde level. Goed, dan ben ik hier in ieder geval bekend mee. Dat is helemaal top. En dit keer ga ik het wel helemaal halen tot aan het einde. Oké, hier komt de allereerste. Wee! Nou, hier, dit gaat me wel lukken hier zo. En spring eroverheen. Wee! Nou jongens, kijk eens eventjes heel erg goed gaan. Oké, dan hebben we nu rood. En dan komt er meteen een blauwe achteraan. Dat is best wel oké. Oh, goed, dan moet ik niet meer op die blauwe ring gaan staan. Die is nu verdwenen. En natuurlijk ook niet de groene ring. Oké. Hier komt geel. Misschien als ik hier sta, kan ik nog net door het sterretje heen. Ja, dat gaat me lukken. Kijk, mij nou eens even goed gaan, jongens. Woehoe. Oké. Oh my god. Oh, nee. En ik dacht nog wel dat ik het zo goed deed. Oké, misschien moet ik dit keer niet zeggen dat ik het goed doe. Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als Tower of Hell. Dit is ongelooflijk frustrerend, jongens. Maar
Gelukkig ga ik niet echt dood. Ik moet het gewoon opnieuw doen in Roblox. Dus dat is al een stuk beter dan het echte spel volgens mij. Oh. We zijn nu aangekomen met een heel nieuw level. Wat is dit? Een hele grote toren die we moeten beklimmen, denk ik. Oh jeetje. Oh, dit heb ik echt niet gezien. Ik heb geen idee wat ik moet doen. En het gaat al niet zo goed, jongens. Dus ik hoop dat ik het een beetje kan overleven dit keer. Ik weet het niet. Mijn konijnentasje ziet er in ieder geval echt heel erg schattig uit. Dus dat is top. Oké, we zijn begonnen. Yes. Oh, het is een soort van doolhof of zo. En je moet echt heel erg snel gaan rennen. En we moeten helemaal omhoog komen. Oh, dat gok ik dan. Oké. Nou, dat was de verkeerde kant. Oh, jeetje. Oh, die muziek is zo extreem. Oké. Dit gaat goed komen, jongens. Dit gaat goed komen. Tot nu toe gaat het oké. Wat is dit spel? Ik snap helemaal niks van. Nee, ik snap het wel. Want nu begrijp ik het. Je moet zo ontzettend snel omhoog rennen, omdat er steeds zo'n vergif helemaal naar boven komt. Oké, jongens. Ik wil gewoon op zijn minst 1 level winnen. We zijn weer aangekomen bij het tikkertjespel. Of nee, het renspel. Ik weet het ook eventjes niet meer. Een soort van berendbotje, maar ook niet helemaal. Mijn doel is om dit keer in ieder geval 1 keer te kunnen rennen. Maar dat gaat vast wel lukken, toch? Oh, green light. Yes! En concentratie? Ja. Ren. Oké. Oh my god. Yes! Rennen. Nee, stop. Dit is zo eng. Oh my god. Dit is zo eng, jongens. Ja. Oh, dit gaat steeds sneller. En... Oké. Dus het is wel echt het volledige liedje steeds. Yes! Ik heb het gehaald! Yay! Wow! Dit is zo ongelooflijk gaaf, jongens. Yes! Ik heb 1 level gehaald. Dus dat is top. Oké, we zijn... weer terug op het platform. En dit gaat me toch een partij lastig worden. Want tot nu toe kom ik wel ver. Maar iedere keer val ik er toch weer van af zonder dat ik het door heb. Dus ik ga echt mijn best doen. Ik ga zo hard mijn best doen. We zijn begonnen. Goed, waar komt hij vandaan? Aha. Oh, we hebben hier de O. Oké. Daar kunnen we doorheen springen natuurlijk. No biggie. Super makkelijk allemaal. En dan gaan we zo. Oh, en dan hebben we deze. Ik weet niet of er een soort van strategie zit aan welke waar uitkomt of zo. Dat zal wel. In ieder geval was het een O en dan een driehoekje. En dan komt er nu ineens een groene hier zo uit het niets. Nee, ik denk niet dat er echt een strategie in zit. Oké. Ik was er bijna vanaf gevallen, maar het maakt niet uit. Als ik nou gewoon de hele groep blijf volgen, dan is het misschien ook wel oké. Oh ja, kijk. Mensen die zagen dit al aankomen. Oh, hier is een blauwe. Snel hier gaan staan. Zo. En nou hier. Oh my goodness. Ik probeer het ook een beetje te volgen voor iedereen natuurlijk. Oké, hier hebben we rood. En hupsakee, door rood heen. En dan door groen. En dan door blauw. En dan hebben we weer groen. Ja, het is gelukt. Ik blijf nog een oogje houden op alles hier. En hupsakee. Ik ben door geel heen gesprongen. En dan door groen. En dan rood. Ja. Oh, gelukkig. Net door blauw heen. Op het allerlaatste moment. Komt er nog iets aan? Komt er nog iets anders aan? Of is dit het? Misschien is dat het. Ja, we hebben het gehaald. Nog 1 seconde. Yes! Mijn 2e level. Oh my goodness. Ik denk dat ik nu wel mee kan doen aan de echte versie van Squid Game. Want ik ben er echt super goed in. Oh, ja! Yeah! Dit level lijkt me zo geweldig. Als ik het kan halen. Kijk hoe hoog dit is. Oké. Ik ga mijn best doen in ieder geval. En go! Yes, dit keer ga ik naar links, want de vorige keer ging ik naar rechts en toen lukte het niet helemaal. En op dit moment kan ik ook een beetje gaan volgen wat iedereen aan het doen is. Want andere mensen weten dat vast wel een stukje beter dan ik. En ik blijf rennen. Oh, de spanning. Ik vind het wel een beetje eng eigenlijk. Alsof mijn hele leven hier echt van afhangt. Oh, iemand die sprong er ineens van af. Dat lijkt me helemaal geen goed plan, jongens. Oh nee, er is nog maar 1 voor me. Oké, ik kan wel door blijven rennen, maar ik weet niet of ik goed ren. Oh! Nee. Waar moet ik nu naartoe? Ah! Oh, ik heb het niet gehaald. Het liep helemaal dood. Oh, hoe moet
moet je dan van tevoren weten waar je naartoe moet, jongens. Er zat gewoon een briefje met een hartje. Oh. Nou, jongens. Ik ga echt super, super hard mijn best doen. Maar wat ik dit keer ga doen, is ik ga een klein beetje achterlopen op mensen. En dan ga ik kijken of ik ze kan volgen om te kijken waar ze naartoe gaan. Oké, ik blijf gewoon eventjes lekker rennen. Zo, ietsje langzamer dan waar iedereen naartoe gaat. Oh, er zijn al mensen daar zo aan de andere kant. Oké. Lekker eventjes meerennen met de hele crowd. Tot nu toe denk ik dat er nog genoeg mensen voor me lopen om te zeggen van oké, zij gaan sneller en zij weten waar we naartoe moeten. Maar ik zag zojuist dus wel mensen. Oh, kijk eens eventjes. Oh nee. Het bloed. Oh nee. Ah! Oké, ik ga hier nu zo erop. Oh, er lopen mensen terug. Nee. Wat een stressspel is dit. Oké. Nou, ik ga gewoon mijn best doen. Lekker rennen. En we gaan kijken waar we uitkomen. Oké, daar is niks om overheen te springen. Dus we gaan door naar de volgende. Nee, ik denk hier ook niet. En dan blijven rennen. Jubilalala. You can do it. Ik ga achter deze hele crowd aan. Ik weet het niet. Ik weet dat rechts in ieder geval dood loopt. Dus ik ga hier ook gewoon maar eventjes door. Oh, hier zijn blokjes. Ik ga hier gewoon overheen springen. Nee! Oh, daar ga ik. Oh, dat ziet er zo zielig uit. Oh, dat vergif gaat zoveel sneller omhoog dan ik had gedacht, jongens. Oh, goed, dan kan ik hier nog een kansje mee geven. Oh, ik zie dat er heel veel mensen hierop gaan staan. Oh nee, het gaat nu al fout, jongens. Oh my goodness. Oké, prima. Nog 3 seconden. 2, 1, en go! Ja! Oh jeetje, ik heb geen idee waar ik vanaf dit moment naartoe moet. Want dit was eigenlijk een soort van kortere weg naar boven, denk ik of zo. Oh, ik zie hier mensen deze kant op springen. Oké, ik ga het doen. Ja, oké. En dan deze kant op. Prima, ik ga doorrennen. Ah! Oh nee, kom op. Nee! Oh my goodness. Oh, ik moet het nog een keertje doen. Oh, dat ging niet goed, jongens. Ah, ik krijg niet nog een kans hiervoor. Verdorie! Ik doe echt zo ontzettend mijn best. Weet je hoe lastig het is om eruit te springen? Oké. Nou, ik denk, als ik zo zie hoe ontzettend hoog het is, dat het me nog wel eventjes een flinke tijd gaat duren voordat ik dat level haal. Maar ik kan wel echt super mega trots op mezelf zijn, want ik heb in ieder geval 2 levels gehaald. Dus dat betekent dat ik redelijk ben in Squid Game, of in ieder geval Fish Game, dit spel. En ik vond het heel erg leuk. Het is wat mij betreft toch wel hartstikke geslaagd. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is: wat is jouw favoriete show op Netflix? Ik ben heel erg nieuwsgierig naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!